Woensdagnamiddag verzamelde de toekomst van het Belgische veldrijden tijdens de weer massale jeugdinitiatie in Zonhoven. De jongens en meisjes leefden hun onder begeleiding van heel wat oudrenners en de begeleiders van de Vlaamse wielerschool uit op het parcours van de superprestige marche van komende zondag hier in Zonhoven. Is het fijn om af en toe zo eens een jeugdinitiatie te leiden? Natuurlijk, dat is ook waar we eigenlijk constant heel jaar mee bezig zijn, jongeren opleiden. En nu hier specifiek initiatie geven in Zonhoven is eigenlijk ook mijn discipline, cyclocross. En je ziet hier 110 deelnemers. Laat ons hopen dat het zich verder doorzet en dat we terug witte merels ertussen zitten. Hè. Ja, is zo een jeugdinitiatie ook belangrijk voor het veldrijden? Dat is heel belangrijk voor het veldrijden. Als je ziet, we zitten met grote wedstrijden. En als je ziet, onze regionale wedstrijd, dat die minder en minder. Waar gaat je nog publiciteit, waar gaat je de kinderen kunnen samenkrijgen? Dit heeft een uitstraling. Die uitstraling die kan niks evenaren eigenlijk. En hier is het centrum voor er te zijn eigenlijk, hè? De week ervoor. Hier gaat er los over. Het is hier zeker een heel goede jeugdinitiatie, omdat ze eerst een paar oefeningen krijgen, dus wat techniektraining. En dan kunnen ze ook eens proeven op het parcours. Soms kan dat niet, omdat het terrein er niet zich toe leent, maar hier wel. En ja, het is een heel goede training voor die mannen. Is zo'n jeugdinitiatie ook belangrijk naar de toekomst? Ja, hier kunnen de mannetjes eens proeven van wat cross is en hopelijk zit er een talent tussen en ja, blijven die in de cross en ontwikkelen ze die zich verder. Dus dat is altijd een beetje afwachten, maar door dit aan te bieden en ja, mannen die al meedoen en die het tof vonden, brengen misschien volgend jaar een vriendje mee en vroeg of laat ze daar toch een talent tussen. Hè. Ja, is de omkadering van deze jeugdrenners ook belangrijk of is dat eerder iets dat later belangrijk moet zijn? Dat is vanaf in het begin belangrijk. Nu is het belangrijk dat we gewoon een paar algemene richtlijnen geven. De mensen van de Vlaamse wielerschool zijn hier, dus die geven de trainingen, zeker de technische trainingen, de techniektrainingen. En daarna is het vooral proeven van wat het parcours is. En dat is vooral belangrijk voor de heel jongste, 6, 7, 8 jaar. Dus mijn zoon heeft zelf ook bijvoorbeeld meegereden en ja, hij weet absoluut nog niet wat cross is. Iemand van 13, 14 heeft het waarschijnlijk ook al wel gedaan en de meesten ervan korsen al, maar het is vooral voor de allerjongste heel belangrijk. Ook vanmiddag was er heel wat bedrijvigheid op de omloop. De renners van WAK Hoboken waren de afgelopen dagen op stage in domein Bokrijk. Om de stage leuk af te sluiten, leefden de 19 aspiranten en nieuwelingen hun uit op de omloop. Vooral de ondertussen zeer beroemde kuil zorgde voor heel wat animo.